Vlak na de eerste expositie die ik met bomen gehad heb, kwam ik een advertentie tegen van de Klassieke Academie. En ik wist eigenlijk gelijk dat ik dat moest doen. En daar heb ik me voor opgegeven en ben daar dus voor aangenomen. Het is een hele bijzondere academie voor mij geweest. Ik heb er een hoop van geleerd. En ik ben eigenlijk pas bij de lessen van Ralph Douglas. Mochten we vrij werken. Toen dacht ik van, nou, dan kan ik wel weer eens een bomenschilderij gaan maken. Maar dat liep niet zo goed af, zeg maar. Omdat Ralph daar toch wat problemen mee had om me daarin te begeleiden. Toen heb ik een keuze moeten maken om iets anders te gaan doen. En toen kwam ik op het idee van, ik ga stukjes Groningen schilderen. Wat voor de Groningen herkenbaar is. Maar meer ingezoomde beelden. Met een bepaalde compositie. En dat is heel goed bevallen. En van daaruit ben ik verder gegaan eigenlijk. Voor het eindexamen is mijn keus gevallen op het gemeentehuis hier in Groningen. Ik heb vooral de trap een aantal keren gefotografeerd, schilderijen van gemaakt. Daarbij kwam ook nog dat licht en schaduw steeds belangrijker weer. En ik ben afgestudeerd met 11 schilderijen van het gemeentehuis in Groningen. Waar ik in Frankrijk naar op zoek ben, in oude stadjes zijn oude trappen waar ik een bepaalde sfeer bij voel. En maak daar erg veel foto's van. En als ik eenmaal terug ben en in ieder geval in mijn herinnering dus de sfeer kan vasthouden, dan kan ik een selectie maken van de foto's die ik dan gebruik om daar schilderijen van te maken. Ik moet er een band bij hebben. Anders heb ik in ieder geval, als ik voor het effect ga schilderen, dan werkt het eigenlijk nooit. Ja, het zijn herkenningen van beelden die ik vastleg. En daarbij zoek ik natuurlijk voor mij in ieder geval de verstilling. En dan moet je dus veel weglaten in mijn zinziens om tot de essentie komen van hetgene wat ik wil weergeven. Voor mij was de verrassing van het afgelopen jaar dat ik lesgeven heel erg leuk vind om te doen. Delen is eigenlijk altijd iets geweest waar ik wat mee heb. De grootste ontdekking was dat ik met de juiste aanwijzing zag dat de studenten een groot zelfoplossend vermogen hebben. Door dit in een masterclass te stimuleren, maakt het zo geweldig interessant. Voor mij en de studenten werkt dit heel bevredigend. Ik zie dit dan ook als een vorm van delen met elkaar. Deze benadering helpt bij het vinden van de mogelijkheden die een ieder in zich heeft. Het doel is dat het de ontwikkeling en diversiteit in het werk ten goede komt. Als je dan ook nog ontdekt waarom je datgene doet wat je bezighoudt, heb je volgens mij een onuitputtelijke bron om uit te scheppen. Kunst is delen en delen is een kunst op zich.